Henk, een lekker begin zo van de tweede seizoenshelft. Ja, daar hoop je natuurlijk op. En helemaal de eerste helft, want ik denk dat we daar een uitstekende eerste helft hebben gespeeld. Ricky, winnen en scoren, dat is voor een spits denk ik de ideale combinatie. Ideale combinatie inderdaad en ideaal begin ook voor ons. De eerste helft, dan doen we alles met overtuiging. Ook het verdedigende aspect, maar ook zeer zeker aan de bal. Wat ik al zei, ik denk dat je heel compact, dat wij ook heel compact moeten spelen. Wij zijn niet een ploeg, we kunnen van iedereen winnen. Maar als wij niet de afspraken nakomen en elkaar ook daarin dus niet kunnen helpen, dan worden we ook kwetsbaar. Dus ik denk dat dit wel. Ik hoop dat dit voor jongens ook naar elkaar toe duidelijk een bewijs is dat het wel degelijk kan. Ja, in de tweede helft, direct in de tweede helft, wordt het 3-0, een wedstrijd eigenlijk gespeeld. Maar vanaf dat moment lijkt het iets minder soepel te gaan met Vitesse. Klopt dat? Dat is meteen in deze wedstrijd kunnen we de beelden ook daarin gebruiken, denk ik. De eerste helft ten opzichte van de tweede helft wegzetten. Betekent dat je de eerste helft duidelijk kan zien dat alle zaken die we hadden afgesproken, doordekken, hard inspelen, dat we dat deden. En de tweede helft, dan is het er niet meer 100%. En dan merk je, dan krijgt de tegenstander het initiatief. Ja, nee, kijk, we hebben natuurlijk in de hele wedstrijd wel een beetje het initiatief aan de eerste meters in de opbouw wel een beetje aan hun gelaten, bewust. En uiteindelijk komen hun achter en die gaan ook gewoon veel meer risico nemen. Want ik zei op een gegeven moment tegen die andere centrale, ik zeg, je collegaatje die loopt aardig ver naar voren, weet je wel. Dus ja, dat soort dingetjes, dat verandert net waardoor ze net wat meer druk houden, meer risico nemen. En dan krijgen ze nog een penalty en komen ze op 3-1. Maar verder wat je zegt, ze zijn nooit in gevaar geweest. Nou, de schade is behoorlijk groot, want je had de 0 kunnen houden. Je had in deze wedstrijd kunnen winnen met 5-6-0. En de realiteit is dat het 3-1 wordt en je bent een speler kwijt. Dus de schade is wat dat betreft nog steeds heel blij met de overwinning, hoor. Maar ik denk dat de schade er wel is in het verlies van Beker in de komende wedstrijd. En misschien wel meer als ze weer niet gaan kijken naar de strafmaat. Want Lewis is een hele sportieve speler, heeft pas 1 gele kaart. De scheidsrechter kan rood geven voor deze overtreding. Maar ik denk dat de strafmaat moet wel in verhouding zijn naar de speler en ook het type overtreding. Want het is geen doodschop, de speler komt meteen door. Je hoeft er niet eens behandeld te worden. Maar de scheidsrechter staat denk ik volledig in zijn recht om dit te doen. Ja, nou ja, ik zag het eigenlijk niet helemaal goed. Wat ik begrijp is dat hij de bal nooit meer kon raken eigenlijk. Dus hij ging wel bewust voor de man. Dat is totaal niet hard natuurlijk. Ja, je kan zeggen, trek hem dan naar zijn shirt, trek hem dan naar beneden, dan heb je geel. Alleen ja, nu tikt hij hem eigenlijk zachtjes aan. Niet totaal geen intentie om hem te blesseren natuurlijk. Maar hij gaat niet voor de bal en daarom geeft hij waarschijnlijk een rode kaart. Maar het is wel heel, het is vrij zwaar natuurlijk. Ja, het is op zich geen gemene speler. Nee, totaal niet. Maar het is wel zonde. Het is voor ons een belangrijke speler. Iedereen is belangrijk bij ons, maar Lewis ook. En het is dan jammer dat je spelers door zo'n rode kaart moet missen. Het is een belangrijke maand. Hoe belangrijk is het dan dat je zo goed begint? Ja, nou, het is een goed begin. En nogmaals, we wisten dat we een aantal finales hebben deze maand. En nogmaals, het is een goed begin. Het geeft wat vertrouwen. En maar zaak is om, als je dadelijk 2-3 wedstrijden dit niet kan brengen, is dit ook voor niets geweest. En we hebben behoorlijk achterstand opgelopen. En dat moeten we goed zien te maken. En daar hebben we vandaag een goede start mee gemaakt, denk ik. Ja, kijk, je wilt het liefst, kom je altijd in een flow natuurlijk. Een goed begin is dan het halve werk. Zeker tegen een elftal als Twente is het gewoon geen makkelijke tegenstander. We hebben wel goed gedaan en duidelijk verdiend gewonnen ook. En dan hopen we zo deze lijn natuurlijk zo lang mogelijk door te trekken.